Hallo allemaal. In dit filmpje ga ik jullie iets vertellen over het boek Dracula, geschreven door Ed Frank. Het boek Dracula is origineel geschreven door Bram Stoker, maar Ed Frank heeft het op zo'n manier geschreven dat het veel toegankelijker is om te lezen. Aan de hand van één grote tekening ga ik jullie uitleggen waar het boek over gaat en hopelijk willen jullie daarna het boek graag lezen. Hier zie je een plaatje van de tanden van Dracula en je ziet vertakkingen staan naar verschillende elementen die ik nu ga toelichten. Hier zie je de mindmap, zo heet dat, in het groot staan. Links zie je een plaatje van een dagboek met verschillende vertakkingen naar namen. Het boek Dracula is namelijk geschreven vanuit dagboekfragmenten van verschillende personages. Een van die personages is Jonathan. Hij is de verloofde van Mina. Mina is een ander personage en zij is goed bevriend met Lucy en Lucy heeft veel mannelijke bewonderaars. Verder wordt het boek ook geschreven vanuit krantenartikelen en brieven. Dit maakt het allemaal erg spannend omdat je verschillende aspecten kan lezen en in verschillende hoofden van verschillende personages kan kijken. Het boek speelt zich af in de 19e eeuw in Londen. Rechts zie je daar een plaatje van. Ook speelt het zich af in Transylvanië in het kasteel van Dracula. Omdat het zich in de 19e eeuw afspeelt, reizen de personages met behulp van een boot, trein en per koets. Best ouderwets dus. Ik ga nu verder met de mindmap. Links zie je staan waar het boek over gaat en rechts zie je iets staan over de personages. Nou, waar gaat het boek over in het kort? De zakenreis van de jonge Engelsman Jonathan Harker naar Transylvanië loopt niet zoals gepland. Hij huivert al bij de eerste blik op het kasteel van zijn mysterieuze gastheer, graaf Dracula. Het lijkt net een gevangenis vol verboden kamers. Waarom ziet Jonathan de graaf enkel als het buiten donker is? Kan hij de poort van het kasteel ontgrendelen? Jonathan zit in de val en de gruwel begint. Rechtsboven zie je Dracula staan afgebeeld en daaronder zijn drie sensuele maar gevaarlijke bruiden. Weer daaronder zie je Mina en Lucy. En links daarvan zie je de bewonderaars van Lucy en Dr. Van Helsing. Hij speelt een heel belangrijke rol in het proberen te verslaan van Dracula. Nu ga ik naar de andere kant van de mindmap. Hier staan thema's afgebeeld uit het boek. Je ziet bijvoorbeeld een kruis staan. Dit kruis staat voor geloof, voor godsdienst. Mina, Jonathan, Lucy, ze zijn allemaal godsdienstig, zoals dat in die tijd vooral was. Daaronder zie je een wolf staan. Dracula heeft namelijk een speciale band met wolven en hij kan ook met ze communiceren. Weer daaronder zie je good versus bad staan, dus het goede gaat tegen het kwade strijden. Want ze willen voorkomen dat Dracula meerdere vampiers gaat maken, want dat is wel zijn doel. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden om naar te luisteren en geïnteresseerd zijn in het boek. Het is zeker een aanrader, want het is razendspannend.